Wat wij minder ervaren is dat het pijl van de landbouw zich soms niet zo goed leent voor natuur of andere functies. Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen 8 partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In 7 afleveringen gaat journalist Chris Aalberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. Iedereen wil droge voeten en het waterschap bepaalt hoe hoog het water moet staan. Boeren willen ander waterpeil dan inwoners en die willen weer iets anders dan natuurterreinen. Hoe hoog zou het water moeten staan en welke consequenties heeft dat? Daar praten we over in deze aflevering. Het waterpeil is belangrijk, dus dat bepaalt de hoogte van de waterstand in een bepaald gebied. En sommige functies, bijvoorbeeld de landbouw of de tuinbouw, die hebben bepaalde hoogte van waterstand nodig om die functie goed uit te kunnen voeren. De natuur, als je natuurontwikkeling, dat heeft een ander pijlniveau nodig, een andere waterstand, dan bijvoorbeeld de landbouw. Wat is het ideale waterpeil? Wat wij op het gebied van waterpeil vooral willen, is dat niet alleen gekeken wordt naar de belangen van de landbouw. Boeren bijvoorbeeld willen altijd graag dat er zo min mogelijk water op het weiland komt te staan, want dan wordt de grond zacht en dan breken de koeien hun poten, om het maar simpel te zeggen. Wij vinden dat je ook moet kijken of er andere mogelijkheden zijn om diezelfde grond te gebruiken, maar dan niet voor veeteelt. We zien dat de boeren in het veenweidegebied een groot belang hebben bij een laag waterpeil, maar dat zorgt ook voor dat die veenbodem inklinkt, bodemdaling. Daar komt ook nog gas bij vrij, wat zorgt voor de opwarming. Dat willen we stoppen. Dat is natuurlijk iets wat we geen van allen willen. Maar ja, we accepteren ook dat het een gevolg is van het al 1000 jaar lang bemalen, leegmalen van de grond, om dus voor die veiligheid en die droge voeten te zorgen. De Partij voor de Dieren vindt dat we ons vast moeten houden aan een natuurlijk pijl. Rijnland is een dichtbevolkt gebied dat ligt onder de zeespiegel. Er wordt hier veel gebouwd en er komen steeds meer mensen bij die ook allemaal droge voeten willen. De Partij voor de Dieren vindt dat we niet op deze manier door kunnen gaan met een dalende bodem en een stijgende zeespiegel. Er moet een natuurlijk hoger waterpeil komen en een gebruik van het land dat daarbij past. Moet er iets veranderen? Het gebruik van landbouwgrond voor veeteeltdoeleinden, dat eigenlijk uit deze provincie moet, niet alleen deze provincie, maar het gebied van Rijnland moet gaan verdwijnen. De PvdA wil dat boeren de kans krijgen om een gezonde boterham te verdienen, maar wel met een andere bedrijfsvoering dan dat ze voor een deel nu doen. Dat lage waterpeil, dat kan gewoon niet zo doorgaan, want die bodemdaling die stopt pas als we weer op het zand zijn. Als je in een bepaald gebied een bepaalde functie hebt, laat ik gewoon even de landbouw als voorbeeld. We hebben in Rijnland natuurlijk heel veel gebieden waar de landbouw het landschap bepaalt, dan vinden we dat die functie ook dat pijl vraagt. We hebben veel liever dat daar waar je het waterpeil met elkaar moet bepalen, dat je per gebiedje kan kijken met de gebruikers ervan wat nu het best passende, wat de best passende pijlhoogte is. En dus daarom zeggen wij niet van het land moet natter. Nee, we gaan veel meer maatwerk leveren en veel meer met elkaar bekijken hoe we dat kunnen doen. Hoe moet het dan verder met de boeren? De Partij voor de Dieren vindt dat de landbouw moet nadenken over een andere vorm van landbouw. Intensieve veeteelt past niet meer in dit gebied, omdat het leidt tot bodemdaling. Je moet kijken naar een andere manier. Extensieve veeteelt gaat prima. En je zou ook na kunnen denken over andere gewassen, die dus beter kunnen leven bij een hoger waterpeil. En wat voor gewassen hebben we het dan over? Je kan bijvoorbeeld denken aan lisdodden, cranberries. Dat zijn gewassen die een hoger waterpeil aankunnen. Een beetje boer kan je zo vertellen. Als ik nou geen koeien had, wat kon ik daar dan verbouwen? Nou, daar heb ik dan wel een antwoord voor u op. Namelijk de lisdodden kan daar gekweekt worden. Maar daar is geen markt voor. Dus in die zin stuurt u natuurlijk die boeren, impliciet stuurt u die boeren natuurlijk het bos in. Nee, absoluut niet. Natuurlijk ga je geen alternatief aandragen voor een product waar geen markt voor is. Maar er zijn andere producten, ook denkbaar, ook in de ontwikkeling van nieuwe producten, waar je wat aan kunt doen als die koeien eenmaal daar vertrokken zijn. Maar geef daar dan eens voorbeelden van. De lisdodden kweken, geloof ik, hè?
Ja, er zijn ook echt wel andere manieren om met hoge waterpeilen andere gewassen te kweken, zoals lisdodden. Je kan ook zeggen, we gaan naar zoute teelten, maar we moeten ook daar reëel in zijn. Niet heel Nederland gaat ineens zeewier eten. Dus ja, dat is... Misschien is een andere soort veeteelt mogelijk, is een ander soort ras mogelijk. Maar ja, dat kan je niet zomaar kopen, want als je 100 koeien hebt, ja, zomaar 100 nieuwe koeien gekocht van een nieuw ras, dat is niet mogelijk. Dat is een investering. Maar je moet mensen de tijd gunnen om om te gaan. En het is dus niet zo dat wij, dat als we dat zeggen van dat willen wij nu, dat dat volgend jaar gebeurd moet zijn. Nee, je moet samen met die boer ook kijken van wat is mogelijk. En als echt niks meer anders kan, dan zal die boer gecompenseerd moeten worden.